Sinterklaas komt hier naartoe. Sinterklaas komt. Ja, we hebben er een paar eeuwen op moeten wachten. Maar nou komt hij echt. Ja, hij vertrekt uit Spanje en dan gaat hij naar de Noordzee. En dan de eerste weg rechtsaf bij Hoek van Holland. En dan de eerste weg linksaf bij Maassluis. En dan komt hij hier aan. Worden er nou veel voorbereidingen getroffen voor zoiets? Ja, dit vergt een enorme organisatie. We weten het nu sinds 2-3 weken definitief dat het hier gaat plaatsvinden. Dus we zijn nu alles in voorbereidingen aan het brengen om de organisatie vlekkeloos te laten verlopen. Wat is het grootste dat moet gebeuren om dit vlekkeloos te laten verlopen? Nou, ik denk dat een van de grootste uitdagingen is natuurlijk, er komen tussen de 20 en de 40.000 mensen. En die komen een beetje als een tsunami naar de stad toe en ook weer weg. En dat allemaal binnen een paar uur. En dat vergt van heel veel organisatie om dat gewoon in goede banen te leiden. Wat vindt u er nou eigenlijk van dat hij hier naartoe komt? Ik vind het een cadeautje. Ik vind het echt een cadeautje. Dit geeft een enorme boost aan de naamsbekendheid van Maassluis. Vorig jaar hebben zo'n 6 miljoen mensen gekeken naar de intocht en naar het Sinterklaasjournaal. Dus je bereikt eigenlijk half Nederland zo'n beetje. En in marketingtermen. Onze naamsbekendheid was niet groot, maar dat hebben we de laatste dagen alweer helemaal ingelopen. En dat wordt alleen maar beter door de komst van Sinterklaas. Is er al een beetje over de tocht bekend die eigenlijk moet gaan lopen? Ja, toevallig hebben we er vanochtend al over gesproken. Dat hij natuurlijk hier aanlandt met het schip. En dan op het paard, hoe die dan de stad doorgaat. Dus hij zal langs de vlieten, langs de grachten van Maassluis gaan lopen. Het zal een fantastisch mooi plaatje geven, zoals het echt ooit bedoeld is. Misschien dan nog wel een belangrijke vraag. Zwarte Piet of gekleurde Piet? Nou, ik denk hoofdzakelijk Zwarte Pieten, maar er zullen ook een aantal andere soorten pieten zijn, denk ik. We krijgen heel veel e-mails van scholen en dergelijke, dat ze graag hun bijdrage willen leveren. Dus dat zijn we nu allemaal op een rij aan het zetten. We zijn heel blij dat het zo positief ontvangen is. We waren eergisteren om 6 uur 's avonds trending topic in Nederland. Wat betreft de intocht, dat is natuurlijk geweldig. Het geeft een enorme golf van enthousiasme in deze stad. Ik heb eigenlijk alleen maar hele positieve reacties gekregen. Wanneer komt hij precies aan? Zaterdag 12 november. We hebben nog iets moois voor u meegenomen. Kunt u zich alvast een beetje voorbereiden? Nou, zeer, zeer bedankt. Dat is helemaal toepasselijk. Dat gaan we zeker gebruiken.